Onze Nederlandse samenleving. Daar ga ik over praten met Saïd Bouharou. Fijn dat u gekomen bent. Hè? U moest daar wat moeite voor doen door het verkeer. U bent voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën. Was u op de hoogte van dit lesmateriaal? Nou, ik ben wel op de hoogte dat het al een tijd lang al, dat we te kampen hebben met onverdraagzame teksten, onderwijs en dergelijke. Maar het lesmateriaal wat ik zeg maar in beeld zag, en met name de vraag ten aanzien van de multiple choice, die was ik nog niet eerder tegengekomen. Dus daar was ik wel geschokt over. Zullen we even kijken naar een voorbeeld van dat lesmateriaal? Ja. Duidelijke taal. Ja, zeer triest als je dat zo ziet. De salafistische beweging, dat is inderdaad een hardnekkige minderheid binnen de islam, binnen de moslimgemeenschap. Wel is het zo dat ze, als we het hebben over onderwijs, met name, dan zijn ze echt heel goed gekwalificeerd. Ze kunnen bogen op heel goed kwalitatief onderwijs, ook de structuur, daar hebben ze ook heel goed over nagedacht. Het aandeel van het salafistische binnen zeg maar, het onderwijs wat in het algemeen wordt gegeven, dat groeit. Tot nu toe 4-5 salafistische instellingen die heel sterk georganiseerd zijn. En die verspreiden zeg maar, over het hele land de klasjes, om het zo maar even te zeggen. Dus die gaan naar moskeebesturen toe en die zeggen dan, wij willen graag een lokaal huren. Dan willen we lesgeven aan onze eigen leerlingen. Maar we zijn ook bereid om het ook aan te bieden aan jullie leerlingen. Dat doen we heel gratis. En het begint heel erg onschuldig. Het begint ook liberaal.